baby. Hello! Hello, baby! Show, please. Ik geloof dat ik die baby heb laten kloppen. Oh, yes. Hallo, dit is het dat je we zien, nou. Wat zit jij in mijn kinderwagen te frutselen, malle kloon? Oh, met name, ik heb frutselt helemaal niet, maar ik moet u iets verschrikkelijks vertellen, dame. Er is iets heel ergs gebeurd met uw baby. Uw baby is geklapt. Ja, het spijt Piepo verschrikkelijk, maar... Onzin! Mijn baby ligt thuis in zijn eigen wieg te slapen. En dit is geen kinderwagen. Oh, nee. Dit is een fruitkar. Oeh, en jij bent geen poedame, maar jij bent Mama Lou. Schapper de vlap in de bal. Applaus. Mamalo, het is nou pauze en we kunnen gezellig even uitblazen, hè? Het gaat goed, hè, Piepo. Ja, nou, de kinderen vinden dit echt leuk. Ja, Mamalo. En dat met die opblaasbaby, Mamalo. Ze zit in op zijn verbazing, zitten zo toe te kijken. Maar het gaat steeds beter. Ja, Piepo, ga zitten. Ja. Ik heb limonade voor je. Zo. Oh, hè? Lekker limonade. Hé, Piepo. Ik vind dit leven toch veel prettiger dan ons leven van vroeger. Nou, veel prettiger, Mamalo, wat vroeg. Zeg, Mamalo, wat vertel je me nou? Hadden we het vroeger dan niet gezellig? Oh, jawel, oh. Piepo, maar... nou ja, er gebeurde altijd zoveel. Hij bedoelt het, Mamalo, met al die zielenpieten en al die mannetjes die geholpen moesten. Ja, nou, maar ik vond het wel fijn, hoor, dat avontuur. En al dat reizen. Nou ja, ik heb niks tegen reizen, hoor, maar ja... Er ligt altijd zoveel landschap langs de weg, hè? Net als je aan het ene gewend bent, dan vloep, dan komt er weer het volgende. Ja, vloep. Nou, Mamalo, dan is het erg rustig tegenwoordig, hè? Want er zijn hele magiebeliertjes die geholpen moeten worden, hoor. Geen zielenpieten, niks. Piepo, stel eens even. Stil eens, waarom zou ik nog stil zijn, Mamalo? Ik ben haar zo lekker. Ik hoor niks. Wat moet je dan horen, Mamalo? Piepo, het is ineens zo stil. Dan net hoorden we toch nog alle kinderen door elkaar heen praten. En nou is het helemaal stil. Schat, de vlot, Mamalo, je hebt gelijk. Ja, nou zeg, en het is nou pauze, dus Piepo's kindertjes mogen gerust hun eigen kwebbetjes gaan gebruiken. Piepo, ons publiek zal toch niet weggelopen zijn omdat ze er niks aan vonden? Mamalo, natuurlijk niet, maar het is doodstil, zeg. Mamalo, maar Piepo's toekijkkindertjes lopen toch niet weg? Kom, we gaan gauw kijken. Dol! Ja. Pas op, ja. Reuzenkunsten. Ik het tillen op. De zwaargewichten. Jawel. 1. 2. 3. Sapper de flapper de flap, zeg. Piepo, wie is dat? Met de andere hand. Een vreemde meneer, Mamalo. In onze voorstelling. Nou ja, wat brutaal. Een indringer. Piepo, gooi je maar. Hé, hey, ja. Hey. 3 nou. En... Gooi, hè. Zeg, Mamalo, heb je gezien hoe groot en hoe sterk of die is? Piepo, allemaal trucwerk, doe nou. Die gewichten, dat is gewoon bordpapier. Bordpapier gevuld met oude kranten. Oude kranten. Namaakgewichten en verder niet. Ja. Is het, geen ze niet echt? Nou, maar. Is het namaakgewicht? Hallo. Geef maar hier die namaakgewichten. Namaakgewicht? Nee, gewichten, ja. Maar ze zijn niet echt, maar Mamalo zegt het ook. Oh, jij wil vasthouden, ja? Het is vasthouden. Ah, ik even wees zo goed. Ja. Alsjeblieft. Ja. Sapper, de flappen. Hoe is het met je? Nou, Mamalo, Piepo's armen zijn alleen een paar centimeter langer geworden, Mamalo. Maar in ieder geval, die gewichten zijn niet gemaakt voor bordkarton en oude kranten, Mamalo. Het is dwars door de vloer gezakt. Is mijn gewicht? Hè? Ik moet terug hebben, oh, ja? Ja? Is dat, hier? Ja, hoor, pak je ze even op, hier liggen ze. Als u ze tenminste eruit krijgt, hè. Even opzij. Ja. Het zit wel diep, hè? Hoe kom je op het idee? Ja. 1, 2, 3. Drie.
sap in de blad, Mameloe. Dat is echt een krachtpatsartiest. Alles goed en wel, Piepel, maar daarom mag hij niet in onze voorstelling zomaar optreden. Zo is dat. Zeg, meneer, wat doet u in onze voorstelling? Versta ik u niet? Oh, hij verstaat ons niet. Het is vast een meneertje van over de grens. Oh, het zal toch weer niet een zielepiet zijn? Of iemand die zo nodig geholpen moet worden? Ogenblik. Hey, meneer, bent u een zielepiet of moet u geholpen worden? Nee, Mameloe. Mameloe, dus geen avontuur. Gelukkig dan maar, Piepo. Ik niet, meneer Zielepiet. Even voorstellen. Oh, nou, per ongeluk. Bleksen. Oh, per Bleksen, weet u wel. Ah, die naam. Oh, ja, ja. Oh. En ik heet Mameloe. Zo, dat was dan uw optreden, hè? En nu gaat u zeker weer fijn naar huis. Huus? Huus of huis, of hoe u dat ook noemen wilt. U hebt toch wel een huis? Ja, huus, jawel, hebben. Oh, nou, dan is er helemaal niets aan de hand, hè? Ja, ik heb een huis, maar ik weet niet waar het is. Weg, kwijt. Chapper de flap, zijn huis. Hij is zijn huis kwijt. Dus toch een avontuur. Ja, het was er toch weer eentje. Een zielepiet. En je weet het, Piepo heeft nog nooit iemand niet geholpen. Na onze voorstelling gingen we luisteren naar het verhaal van de sterke man, meneertje Perplexe. Vraag 1, waar kwam hij vandaan? Ik leef in stoere Noordland. Jawel. Ik een houtje hakker, sterk, met pijl. Iedere dag bomen op. Bams! Oh, ja. Bams! Ja, ja, bams. Nou zeg, dat is bams. Ik bedoel, dat is klare taal, hè. Ja, maar op dag ineens. Koud. Nee, bam. Nee. Wat dan? Grond. De grond heeft het koud. Nee, grond gaan schudden. Hey. Rotsen splijten. Broem. Zeg. En wat zeggen mensen? Geen idee. Mensen zeggen berg boos, schuld van peer. Van ja, chapertje, flapje. Wat een onzin. Ze kunnen een medemens toch zeker niet de schuld geven van een aardbeving? Jawel. Berg boos, schuld van peer, zeggen ze. En toen gooien ze mij het land uit. Toen gooien ze hem eruit. Mameloe, dat is het raadsel van dit jaar. Ja, maar eerst, ze draaien mij in de rond. Hele hard. Zo. Hele tijd. Zo. En toen duw, pats. Ja, grens over. Zeg, en toen was je je koers en de muts kwijt. Ik heb het gevonden. Kom mee. Kom mee. Ja, mee. Ja, waarheen? Dat zal jij wel zien. Ziezo. We zijn er. Mooie molen, hè? Ja, en dan moet je met je grote kijkogen die wieken eens goed in je opnemen, hè? Hoe draaien ze? Die kant, zo. Juist. En dan komt nou de grote vraag. Welke kant draaide jouw volkje uit voor ze jou over de grens duwden? Niet zo, nee. Andere kant uit. Juist. En dan gaan we je nou gewoon terugdraaien. Bah. Wat, draaien? Ik? Jij? Jij. Jij natuurlijk. Vooruit, stoer ijs, kom maar. Niet bang zijn, hè. Draaien, altijd maar draaien. De hele wereld draait zich. De wieken draaien, de molen draait, Piepo draait, alles draait. Oh. Waarom doe je dat toch ook zo'n raar spelletje met peer? Nee, nog geen spelletje, Mameloe. Maar hij is gewoon een beetje malende, Mameloe. Ik bedoel, hij wist de terugweg niet meer, hè. Toen hebben ze, omdat ze hem in de rond hebben gedraaid. En Piepo heeft hem gewoon teruggedraaid. Oh, Piepo, en denk je nou dat hij de weg nu naar zijn eigen land wel weer deed? Ja, kijk maar, Mameloe. Hij kiest al een richting, hoor. Hoe denk je dat nou echt? Ja, natuurlijk, Mameloe. Is dat de goede richting? Ja. Dat is te zeggen. Goeie kant. Dit was de waterkant. Hè? Ben je erg koud geworden, meneer Peer? Ja, lekker. Lekker koud, Dameloe. Is goed voor Peer. Ja, Dameloe. Ik bedoel, Mameloe. Ja, daar houdt hij van, hè. In het land waar hij vandaan komt is het niet altijd even warm, hè. Het is een soort diepvries. Nou, meneer. Drink dat nou eens uit. Daar knap je lekker van op. Knappen? Peer wil niet knappen. Nee. Nee, Peer. Het is goed voor je. Toe, drink nou maar. Ja. Kom. Peer wordt verwend. Ja. Net als vroeger. Thuis. Ja, thuis. Ik bedoel, thuis, ja. Thuis, in het land van de Noorderzon.
Zeg, hoe is het dan nou? Hebben ze daar ook mooie huizen? Huizen? Ja. Ja? Net als deze hier. Oh. Hout. Alles van hout. Ja. Ruik net zo. Hout, hè. Hout. Och man, daar ben ik ook zo gek mee, hè. Maar ja, het is vandaag de dag duur materiaal. Want die boomstammen, hè, die komen van heel ver weg. Wat nou? Piepo, luister eens. Je moet het echt opgeven, hoor. Piepo, als Peer zelf de weg naar zijn eigen land niet weet, nou, dan kunnen wij hem toch ook niet vinden. Piepo, zielig maar vaar. Mameloe, Piepo heeft het grote voorgevoel. Let op. Luister. Dus, in mijn dorp, daar ruikt het net zo. Die houtlucht bedoel je? Zelfde lucht? Jawel. Nou, dat ken je eens niet. Want die boomstammen binnen van een speciaal soort. Die komen ook van een speciale buurt. Uit het Noordland. Ja, natuurlijk. Ze komen allemaal uit het noorden. Maar ze van die hele grote wouden houden, zou ik maar zeggen. Nou, Babeloe, heb je het gehoord? Ja, maar Piepo, ik begrijp niet wat dat... Meneertje Per, meneertje Per, we hebben het. Jipske joepie. Wat? Jipske joepie? Nee, het spoor terug, het spoor naar jouw land, naar jouw woonstreek. Ja, maar ik weet niet waar het is. Nee, ik ook niet, maar de bomen weten de weg. Huh? De geur van het hout... Het zal ons de weg wijzen. Huh? Kom nou maar mee, stoere diepvriezer. Toch begrijp ik niet, Piepo, hoe jij die weg nou terug wil vinden als Pier hem zelf niet eens weet. Mijn bloed is er heel makkelijk. We gaan gewoon onze neus achter, Mameloe. We gaan gewoon af op de geur van de boomstammen. Hé, Mameloe, we hebben toch Foefie nog, onze papegaai, onze eigenwijze wegwijsvogeltje. Zoals jij de dingen zegt, hè, Piepo, klinken ze zo eenvoudig. Maar ze zijn het helemaal niet. Mameloe, wil je dat niet verder vertellen? Langs water! Langs water! Ja, we hadden het kunnen weten. Om naar het land van de middernachtzon te gaan, moet je over een grote zee. Daarom had Foefie ons regelrecht naar de haven gebracht, waar een schip klaar lag dat die kant uit zou gaan. Nou zeg, wat een mooi schip, hè. Toen we eenmaal aan boord waren, hadden we tijd genoeg om alles te bekijken en overal van te genieten. Mameloe was ook echt met vakantie. Ja, ze hoefde niet te koken, hè, want het eten stond op lange tafels klaar. Iedereen mocht zelf nemen zoveel hij wilde. Ja, je moet natuurlijk wel netjes je beurt afwachten, hè. Zo, is hij klaar? Ja. Hey, hallo. Zeg, mag ik ook? Ja, gelukkig. Zo, goed zo, nou Piepo. Wat zegt u? Oh, ja, natuurlijk. De mens moet altijd beleefd blijven, hè. Ja, zo is dat. Zo, dat piep mij. Wat? Oh, jawel, dames. O ja. Zo. En, hè, wie staat nou in? Wie is die meneer nou? Die ken ik niet, zeg. Oh, nou. Ja, goed dan. En wat? Oh, nog één. Nou, wat zeg je? Oh, nou. Dat houdt niet op, zeg. Zeg, hallo, ik heb ook gehoord, hoor. Ja. Nou, ik dacht dat die meneer dik genoeg was, zeg. Kom, dag dame. Hallo. Nou, zeg. Peer had alles natuurlijk weer het eerst op. Hij ging aan het dek om een luchtje te scheppen. En daar kwam hij van rimpelde kennis tegen. Iemand uit zijn geboortedorp. Wat je vreugde. Bij Peer, ja. Peer, werkelijk, je eet te veel. Versta ik het niet. Nog een gevuld eitje? Ja, lekker. Oh. Eet smakelijk. Oh, dank je. Piepo, heb jij geen honger? Nee, Mameloe, ik heb al gegeten. En gedronken. Oh.
Pipo, luister eens. Zeg, Peren, die heeft er toch zoiets geks beleefd. Hij is iemand tegengekomen uit zijn eigen dorp. Wat, hier? Ja. Op dit schip? Ja, ja, Arne Christiansen. Ja, wij vroeger samen op school en hij nou in de scheep. Wat? Zeg, je hebt dat Zoutzeemannetje toch niet verteld dat jij op weg bent naar je land, hè? Naar je dorp. Ja, en hij blij, zo blij. Hij blij, zo blij. Zeg, zeg, wij brengen jou terug en ze hebben jou het land uitgegooid. En nou ga jij vertellen dat je weer terugkomt. Oeh, wat dom van jou. Versta ik je niet. Een gevuld ei. Oh ja, lekker dan, hoor. Ja, geef het door. Perplexen is op weg naar huis in Noordland. Waarschuw iedereen. Perplexen komt. Gevaar. Iedereen op zijn post. Perplexen komt terug. Alarm. Pipo was eerst een beetje ongerust omdat meneertje Peer, onze nieuwe sneeuwbiet, had verteld van zijn terugkeer. Maar dat was helemaal niet nodig. De uurtjes gingen voorbij en er gebeurde niets bijzonders. We genoten van die heerlijke zeereis. En gezond was het ook. Sommige mensen krijgen een slaapval. Anderen niet. Die worden klaarwakker en halen slimme streken uit. Jipsieke joepie, zo zit je op zee en zo zit je weer tussen het landschap. En wat een ruimte, heldere luchten, zuiver water, eilandjes en bergen. In het havenstadje stapten we aan wal en Peer en Pipo gingen de weg vragen. Nou, die Noordmaneertjes waren wel erg behulpzaam, dat kun je wel zeggen. Gelukkig vond Peer in de haven een groot houtvlot, gemaakt van de bomen uit zijn eigen buurt. We hadden het juiste spoor weer te pakken en we konden onze reis vervolgen in onze eigen wiebele wagen. Nou, we genoten volop van het uitzicht hoor. Het was een leerzaam uitstapje. Foefie wist nu verder de weg. Dat was fijn. Een mooie, rustige buurt. Ja, veel mensen zagen we niet. Maar een enkele zag ons wel. In het Noordland was het hartje zomer. En dan gaat de zon 's nachts nooit helemaal onder. Het blijft licht. Maar een mens krijgt natuurlijk wel slaap, hè? En een dier ook. Een stille plek vinden was niet zo moeilijk, nee. Op een klein weilandje stonden we gezellig en veilig. Zo, en nu naar bed. Mameloe slaapt al. Ha 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 ha!
ga met... Ja, wie is dat? Ja, ik doe niks. Echt niet. Ik kwam langs. Ja, ik kwam langs, meneer. Maar beloofd is een mannetje die dat rondschaalde midden de nacht als verdacht. Heb ik verdacht? Ik liet gewoon mijn hondje uit. Hij liet zijn hondje uit. Hoe zit je hondje? Vicky, waar ben je? Hij is weggelopen, het hondje. Is een hondje. Hondje, hondje. En weet je wat jij kwam doen? Jij kwam hier om perplexen tegen te houden. Perplexen? Perplexen. Nooit van gehoord. Uk Johansens zoon. Nee. Jij hier? Nou, man. Ze kennen elkaar. Toch iets van vroeger. Ja, mamelo. Maar dan is alleen maar de vraag, is het een goede kennis of een slechte kennis? Voorstellen. Is Uke Johansen zoon uit mijn dorp? Haha, zo blij. Ja. Die Uke is echt zo onverwacht, hè, midden in de nacht. Ja, ja. Zo blij, goeie Uke. Hey, gaat goed, ja? Wat een genoegen. Ja, ik moet nu weer gaan. Hij moet vrouw wagen. Oh, zijn vrouw nog getrouwd ook. Oh, stille grapjes. Nog kindertjes ook. Ja. Die geweest een Uke toch? Ja. Nee. Jij blijft nog even. Nee, haast ik niet. Ukke, val jij maar in stukken. Sappen de flap, kijk nou, wat heb je er onder? Nee, wat zit er in die zak? Hey, Ukke, wacht. Foefie, niet te geloven. Wat doet Foefie midden in de nacht in die zak onder het jasje van die vreemde man? Mamelo, heel eenvoudig. Je maakt de zak open, je haalt Foefie eruit. Die vraagt het zelf. Piepo, haal jij dan even de kooi? De kooi. Foefie, kom dan. Ach, arme Foefie. De kooi. De kooi. Zo. Rico, Rico, grijp mij. Wil ontvoeren. Zeg, jij nooit meer wegwezen. Wil kippensoep maken van mij. Zo. De flop zeg. Eén ding is nou wel heel duidelijk. We zullen heel goed moeten oppassen. Op die ukkepukke vrienden van Peer. Wegwezen, zei Foefie na de mislukte ontvoering. Maar natuurlijk, dat deden we niet. Als je iets begint, moet je het afmaken. En dus gingen we door. Maar Piepo had eerst wel een gesprekje met het meneertje waar het allemaal om ging, hè? Met die perplexe. Ze zijn duidelijk niet blij met jou. Oh, hè, Piepo. Jij bent zo knap met de kop. Hm? Jij doet het. Ja, Piepo doet het wel, hoor. Maar wat doe ik? Jij praatte met de mensen van mijn volk. Praten voor Peer. Nou, ik wil wel praten, want ja, ik wil natuurlijk altijd weten waarom ze doen zoals ze doen. Hè. Maar eerst moeten we natuurlijk zien dat we er komen. Oh, we komen dus zo. We komen dus zo. Weer mooi, weggoed, alles leien, dak. Oh. Sapper de vlog, wat was dat? De weg was versperd. Een dikke boomstam was net voor de neus van Nono neergeploft. Nee, voor Piepo was hij veel te zwaar in die woudreus. Wacht even, voor Peer niet hoor. Die sterke man. Ja? Hehe, dat ging niet, jongen. Het liep op een haartje van een ezelneuzeltje goed af, hè, Mamelo? Piepo. Wat een toevallig toeval, hè, dat er een losse boom op de weg stond, hè. Piepo. En dat er een rukwind kwam door die boom omver gooide. Piepo, het was geen toeval. Hè? En er was geen losse boom en er was geen rukwind ook, Piepo. Het was opzet. Mamelo, hoe weet je dat? Omdat ik ze gezien heb. Twee mannen die boom hebben omgehakt. Piepo, ik zag ze wegrollen heel hard. Heel hard. Sapper de flap. Dus het waren wegversperders die ons proberen tegen te houden. Wat het ook is, ze willen Peer verdraaid graag tegenhouden. Ze proberen er een stokje voor te steken. Wat zeg ik, een stokje? Een hele boomstam. We bereikten de eerste huizen. Peers huizen. Piepo en Mamelo begrijpen nu ook best waarom Peer terug verlangde naar deze buurt. Het zijn hele fijne huizen, hoor. Met veel houtsneewerk en mos op de daken. Net sprookjeshuizen. Kijk, daar loopt een houthakker. Is hij uit Peersdorp? We zullen het zo weten.
Ja, hij kent Peer. En Peer kent hem. Hé, waar gaat hij nou naartoe? Sappen of flap zich. Piep is er niet gerust op, hoor. Maar als we de hoek omgaan, nou maar, niks aan de hand, hoor. Ze zijn blij met Peer, kijk maar. Dat hadden we echt niet gedacht. Het is een heel gezelschap dat daar op ons wacht. De deftigste man zegt dat we heel welkom zijn en of we warme koffie willen, hè? Ja, en in het dorpshuis krijgen we dat allemaal. Nou, dat willen we best, hoor. Van Verrezen krijg je dorst. Het is heel gezellig binnen, hoor. Maar waar blijft die Peer toch, Piebel? Krijgt een raar voorgevoel. Kriepeltjes in zijn rode neus. En waar is die juichende menigte gebleven? Zeg, ze hadden Peer rondgedragen. Ze hadden hem meegenomen. Maar waar naartoe? Wat deden ze met ons vriendje? Waar is Peer? De mensen daar willen onze nieuwe vriendje meteen in de grote waterval gooien. Nou ja, dat mag natuurlijk niet. Om de mensen op andere gedachten te brengen, begon Pipo gauw een circuskunst te vertonen. Het hooggeachte publiek vergat het slechte plan helemaal. Een circuskunst is nooit weg. Peer was gered. Voorlopig. Rustig, Rustig! En meneertjes, kindertjes, luister even naar Pipo. Wat jullie willen doen, dat is niet goed. Je kunt een vriendje Peer met zo'n goede goed toch zomaar niet in het water gooien. Dat is toch niet netjes? Bah, foei zeg. Daar kun jij niet over oordelen, clown uit het zuiden. Peer brengt onheil. Als hij er is, dan komt er narigheid. Ja, stilte. Onzin, babbeltjes. Ik heb Peer leren kennen als een hele lange goedzak. Hij doet geen, hoe heet je beestje? Oh ja, geen vlieg. Hij doet geen vlieg kwaad. Of wij weten wel dat Peer niet slecht is. Maar het ondergrondvolk is tegen hem. Ja. Stilte. Luister even, zeg. Wie zei je? Waarom zei je het over het ondergrondvolk? Ik. We weten het trouwens allemaal. Het ondergrondvolk is tegen Per. Ja. Als Per er is, dan laten ze de grond schudden. Waarom moet Per het land uit? Het is hier al die tijd rustig geweest toen Per er niet was. Toen waren ze niet boos. En nou zullen ze weer woedend worden. Oh, narig. Ja, rustig. Ja. Zeg, ze. Wie zijn nou ze hier onder de grond hier? Ik kan wel merken dat jij hier vreemd bent. Jij hebt zeker nog nooit gehoord van trollen. Trollen? Trollen? Oh, trollen. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, zie je wel. Dus bemoei je er niet mee? Ja. Pipo wil best weggaan, hoor, als hij niet welkom is. Maar mijn vriendje Peer niet. Die blijft hier. Het is Zeeland, dus hij komt hier te wonen weer. Maar ik zeg jou toch, de trollen zijn tegen hem. Ja, die trollen, hè. Daar wil ik toch wel eens iets meer van weten. Daar mogen wij niet over praten. Oh. Maar het zijn een soort kabouters met veel haar. Ach, zeg, en waar wonen ze? Waar is het rijk van die langharige dwergen? Dat is overal. Oh,
overal. Oh, dan komt nu een zeer belangrijke vraag natuurlijk namens Pipo's denkhoofd. Hè. Waarom zijn die aardmannetjes kwaad op mijn vriendje Peer de Sterke? Het antwoord is dit. Ja? Wij weten het niet. Oh, dat is lekker duidelijk. Wij weten alleen dat ze kwaad zijn op hem. Ja. En is er dan nooit eens iemand gaan vragen waarom ze kwaad zijn? Jij bedoelt naar het trollenrijk iemand van ons. Wat u daar riep, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Gewoon even naar die trollen gaan en de zaak gezellig uitpraten. Ja, jullie kunnen nu wel lachen. En ik vind het natuurlijk ook leuk. En ik wil ook graag meer lachen. En ik hou van een grapje, hoor. Ja. Maar dat moet natuurlijk wel grappig zijn. Ja, dat is het ook, clown naar het zuiden. Het idee dat een mens naar het ondergrondse rijk zou gaan. Ah, dat is iets onmogelijks. En heeft de trollenkoning laat niemand toe. Het zijn holle berglanden. Dit is toch onzin? Natuurlijk mag je naar binnen. Als je het wel vraagt, heeft er ooit iemand het hier wel eens geprobeerd? Geprobeerd? Niemand niet. Afgesproken, niet langer over praten. Eenmaal, andermaal, verkocht. Pipo zal het doen. Nee. Pipo gaat. Nee. Goede clown, waag jouw leven niet. Ja. Pipo, je zocht hier overal. Jij hebt wat gemist. Een roebeltje, mameloen. Pipo, ik heb me ondertussen nuttig gemaakt. Pipo, ik weet waar Peer naartoe is gevlucht. U hoeft niet zo zachtjes te praten, mevrouw. Wij weten het allemaal. Peer is naar de hut van zijn vader gevlucht. Hé, hoe wist u dat nou? Omdat hij geen keus heeft. Niemand hier laat Peer in zijn huis toe, behalve Gamle Peer, zijn oude pa. Gooi hem in de waterval! Pipo heeft een voorstel. Haastig is moed, is zelden goed. Pipo die gaat er niet trollen om de zaak gewoon even rustig uit te praten. En dat was dat. Pipo had dus beloofd om naar het ondergrondse trollenrijk van de bergtrollen te gaan. Dat kon een ingewikkeld uitstapje worden, want geen mens was daar ooit eerder geweest. Maar eerst gingen we naar de hut van Peers pa. En daar hoorden we veel meer dingen over de trollen. Want Peers pa was een wijze peer, ik bedoel man. Jo, de trollen van onze berg zijn niet slecht. Nee. Andere trollen zijn zo stoer als bomen, als rotsblokken. Maar de trollen hier niet, nee. Hoe zien ze eruit? Ja, klein, zeer veel haar. Lijken een beetje op schaapjes of op kleine beertjes. Ah, goed, als ze nou beren zoet en schapen klein zijn, hè? Hoe kunnen ze dan die hele grond laten schudden? Oh, maar de krachten waarover koning Kneus beschikt zijn enorm. Koning wie? Koning Kneus. Oh, die. De bergkoning, de heerser der trollen. Hij regeert het ondergrondse rijk. Hoe weet u dat nou allemaal? Bent u er wel eens geweest? Nee, maar verhalen van mijn vader en diens vader en ik wel. Ja, soms in lange donkere winter komen trollen boven de grond. Ja. Zij willen eten stelen of vee. Ja. En dan wij maken lawaai-spektakel. Stoken de vuur. Zeg, en komen die aardmannetjes alleen 's nachts uit de grond? En in schemer. Maar als zij kijken in volle zon, dan vallen ze. Nee, dan knappen zij paf uit elkaar. Paf. Net als ballonnetjes, paf zich. Nou, hoor je dat, mameloe? Zeg, dat is jammer, dan kun je nooit eens een keertje lekker bruin worden. Luister nou, je wilt er nog echt toe. Ja, ik wil er wel naartoe. Zeg, meneer, vertel eens, is er ook een weggetje naartoe? Of een ingang of zo? Oh, dat weet geen mens. Zeer sneu. Wat sneu. Zeg, maar er is toch ergens als een deurtje of een luikje of een rollenbollentrolltrap? Ja, want hoe komen die aardmensen er anders zelf uit? Ja, dat goeie vraag. Zij maken gat in grond. Jo. Ja. Hm? Jo. Komen eruit. Plop. Als kurk uitvlies. Jo. Hey. En als gevaar is, plop. Gaan ze weer terug. Ja, begrijp ik. In fles. Nee. In grond. Oh, in grond. Ja. Zeg, en is er iets waar die trollen van houden? Iets chocolaatje of iets anders? Vind je iets lekkers? Wat vinden ze fijn? Oh, levertrol. Wat zegt u? Levertrol. Levertraan, hoor. Deze bergtrollen zijn daar verzot op. Oh, nou, levert. Ieder zijn smaak, hoor. Levertraan, zeg nou. Is er nog iets anders waar ze van houden? Behalve levertroon? Hoeden. Hoe zit u? Ja. Hoeden. Hoeden. Hoe groter de hoed,
des te deftiger de trol. Zo zit dat door in elkaar. Ja, wat eigenaarde, zeg ik al, hè. Nou ja, Pipo, daar weten mensen gewoonlijk helemaal niets van af. Nou, maar ik zei het u al, het zijn geen gewone wezens. Nee. Nou ja, we zullen het wel zien, Pipo. Als we tot de mensen kunnen komen. Hoe is dat? We? Nee, mevrouw. Nee. U niet. Waarom ik niet? Nee hoor. Ik kan Pipo niet alleen laten gaan bij zo'n gevaarlijke tocht. Oh, maar u bent mensen, mevrouw. Oh, daar zijn trollen dol. Oh ja? Dus ze houden van Leventrein en dan houden ze van Grote Hoeden en dan van Mamelou. Nou, dus de derde plaats van Mamelou, op bronzen plak. Oh. Pipo, nou geen grapjes. Gammele meneer, waarom Pipo wel en ik niet? Als trollen mensen mevrouw kunnen veroveren, zij moet de hele dag spinnen aan het spinnenwiel. En 's nachts moet zij in één stuk door kopkrabben. Kopkrabben? Ja. Pipo, hoor je dat? Nou ja, zo'n eigenaardig volkje wil ik niet ontmoeten. Pipo, jij gaat maar alleen. Ja, wat bedoel ik? We gaan alleen. Nou meneer, ik zou zeggen trol. Ik bedoel skol. Nee. Maar hoe kom ik daar nou, zeg? Ik moet toch weer... Oh, dat zal ik voor u uittekenen, hè? Ja, graag, want ik wil het allemaal precies zo niet weten. Kijk, u gaat hier. Nee, Babbeloe zag het niet zo zitten. Ze voelde er niets voor om kopiekrouw te moeten doen als huiswerk bij een troep onverharige aardwezels. En dus ging Pipo alleen. Dezelfde avond nog. Ik had nog een paar uur de tijd gehad om een plannetje te maken. Want eenvoudig zou het vast niet worden. Ja, Peers pa, meneertje Gammele Peer, had me over een plek verteld in het dal. Een hoekje waar de mensen tot nu toe het meeste trollenmannetjes hadden waargenomen. Hij had zelfs een landkaartje van de weg en naartoe voor Pipo getekend. Flappen, zeg. Dit moet het zijn. Dit moet de plek zijn waar die oude perenpaard over gaat. Die steen en die boom en nog een boom en nog... Ja, helemaal, ja, dat klopt. Zullen we eens even kijken, hoor. Nou vlug, even opschieten. Nou vlug, de arbeid. Nee, wacht eventjes, hoor. Even allemaal neerleggen. Zo, is er... Pipo lijkt wel een hocus pocus uit die wat ik allemaal doen moet, zeg. Even kijken. Niemand te zien? Nee. Oh ja. Die spreuk, waar heb ik die spreuk? Die spreuk. Oh, dat is net iets voor Pipo, zeg. Dan moet je elkaar rommelen. Dwerg, kom eens uit je berg. Trol, kom eens uit je hol. Niks. Hallo, kom eens tevoorschijn. Ik ben het, Pipo. Ik wou eens met jullie gaan praten. Hallo, kom eens uit de bodem. Niks, niemand te zien. Sjopper de flap, nou zie, dat is ook mooi. Dat wordt ook wat moois. Daar zit ik nou. In het noordelijke buitenland om een gesprek te hebben met een vreemd soort holbewoners. Psst. Met een kopje krauttrollen van de bergkoning. Nou ja, zie je de burg? Ja. Ik zie het, Kirk. Zo gek boven mensen hebben we nog niet gezien. Wat je zegt. Huh? Zie je die voeten? Het lijken wel roeibootjes. Zo, met de flap. Hallo. Is daar iemand? Ah, dit is Koep. Hij vraagt of er iemand is. Wat een stommetje is dat, hè? Nog nooit in ons kuiken gezien. Sjappe de flapje, ze bestaan dus toch. Hallo, jij hebt me verstaan? Kom eens boven als je durft. Hallo. Ja, kom eruit of ik scheid eruit. Weg. Niks. Ze zijn verdwenen. Maar ze bestaan wel. Tuurlijk. Ik heb die spreuk, maar ik had nog veel meer moeten doen. Weet je wat ik natuurlijk had moeten doen? Ik heb die leventrein van die oude perenpa het over had, hè? Natuurlijk, die leventrein, die had ik gewoon moeten rondsnooien. Zei die trollen zijn zo dol op leventrein. Dat had ik natuurlijk moeten doen. Maar ja, dit heb ik dus niet gedaan. Ik heb het verkeerd gedaan.
Het is dus niet mogelijk door te dringen in het trollenrijk. Nou, dan wordt dit Pipo's eerste mislukte avontuur. Schappende flap zich. Ja. Mabelou, die zal ook wel niet blij zijn ermee, denk ik, zeg. Als ze het allemaal hoort, hè. Die levertraan, die helpt ook al niet. Doe je. Ach, wat nu? Ja, wat... Zo. Hey, toen het dal, in het trollendal, waar klein... En een hoed heb ik hier ook nog, waar die trollen zoveel van houden. Weet je wel, ze waren zo dol op een hoed. Oh, en die heb ik nou helemaal voor niks meegenomen. Hé, sappende flop, de flop, zeg trolletje. Kom eens hier, luister eens even. Zeg trol, luister even. Ja, dat dacht ik wel. Die trol kan niet terug met die grote hoed op. Die is op de groot gehad. Groot genoeg, ook voor Pipo. Een soort opgepompte trollenportiertje bij de ingang. Hoe komt Pipo nou langs die rare nachtwacht? Wat zijn die oude perenpa ook alweer? Ze kunnen niet tegen de zon. Het valt te proberen. Oude perenpa, hij had gelijk. Ze kunnen niet tegen de zon. Lastige eigenschap. Wanneer ik heb pas de zon, in grond, in grond, in grond. Wie maakt mijn vader bon? De troon, de troon, de troon. Een troon leeft in de schemering. Is dol op slem en slaap. In grond. Wie maakt nog haar bubbel? De troll. Sappende flap, Pipo moest zich nu wel laten zien aan de trollen. Als allereerste mens. Wie ben jij? Ben jij een geest? Los op dan. En verdwijn. Maar ben jij een mensenwezen? Hoe waag jij je dan in mijn rijk door te dringen? Oh, meneer, ik ben gewoon Pipo de clown, hè? Ja, zo ben ik van voren. Zo zie ik er van achteruit. Een clown? Dat soort ken ik niet. Een wizier met een rode lachenbek lijkt je. Oh ja, nee, meneer, ik ben gewoon de sappende flop clown, hè? Ik ben eigenlijk zo gezegd, kort gezegd, een zwerver. Ja, ik zwerf van hier, vandaag, beginnen, overal en waar je maar wil. Overal. Ik ken hem! Hij was boven! Ik heb hem gezien! Van boven? Kom jij uit het daglicht? Maar dan ben je een mens. Een mens! Ja, maar dat kan ik toch ook niet helpen, meneer. Ik had ook wel iets anders willen zijn, hoor. Een lapjeskat of een leuk eentje. Een mens! Hier in mijn ondertrolse grondgebied. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Oh, nee. Nou, maar eentje moet de eerste zijn. Ik ben hier gekomen om met u te praten over mijn vriendje Perplexen, de houthakker. Perplexen? Ja, kent u die? Ja, ben jij een vriend van Perplexen, de houthakker? Ja, dat moet u zeggen, ja. Die werp hem in de krater! Nee, alsjeblieft, nee, meneer, ik wil nog even... Hallo, wat doe je? Hallo, snap je de flap, wat doe je met Pipo? Wacht eens even. Houd ermee op! Enge griezelige clown, doe weg! Hou alleen maar op als jij mij vertelt waarom jij zo lelijk doet als mijn vriendje Perplexen in het land is. Waarom? Waarom? Wat heb jij ermee te maken? Dat is mijn probleem. Ja, maar Pipo is er om problemen op te lossen. Die waar, Mamelou? Oh, Mamelou is er vandaag niet, weet je dat? Waarom kun jij problemen oplossen? Ja. Och, help me dan, laat me los! Laat hem los. Och, clown.
Ik heb het zo naar. Ach, heb u het zo naar. Zeg, ja. Zeg, zo is de bloem en zo is de zielepiet. En mijn lieve kleine trollenvrouwtje. Och, ze is zo foei lelijk. Uw vrouwtje? Ja. Zo lelijk? Ja. Ach, dat is niet leuk, hè? Dat is wel leuk. Oh, dat is wel leuk. Wij trollen houden van foei lelijk. Oh, nou ja, ieder zijn smaak, zeg je. En waar is uw trollenvrouwtje nou? Weg, dat is het hem juist. Gevlucht. Ze is naar het ijspaleis op het topje van de wereld. Ah, dat is een eind, zeg. Ja, dat is de schuld van die perplexen. Omdat die altijd zo'n oorverdovende herrie maakt. Herrie? Perplexen? Waarmee? Waarmee? Ja. Met zijn bijl. Hij is de sterkste houthakker van de wereld. En als hij met die zilveren bijl daarboven tegen die bomen staat en slaat... dan dreunt dat hier door tot in mijn rij. Oh, ja, dat is een soort burengerucht. Ja. Ja. En daarom is uw vrouwtje gevlucht. Ze kreeg voortdurend schele hoofdpijn van die herrie en daarom is ze gevlucht. Ja, ach. En meneertje, wat heb jij toen gedaan? Hè? Waarom is dat vrouwtje van jou dan gevlucht? Hè? Wat heb jij gedaan? Jij hebt de grond laten schudden. Ja. Nou, en waarmee heb jij dat laten doen? Met deze machine. Hey. Wat is dat voor een ding dan? Dat is een mooie machine. En daarom hebben ze het land uitgegooid, het volk. Nu is het stil daarboven. Ja, dat maar dan ben je, ja, maar daar heb ik mijn lieve kleine vrouwtje Knakken niet mee terug. Nee, daar heb je Knakken niet. Heet ze Knakken? Ja. En u heet Neus? Kneus! Oh, Kneus! Knakken en Kneus, wat een leuke naam is. Zeg maar, waarom stuurt er niet een klein briefje naar boven? Lieve Knakken, kom gauw terug. Alles vergeten en vergeven, je eigen Kneus. Dat is onmogelijk. Dat paleis is te ver weg. Ah. En te koud, daar kan niemand komen. Nee. Trollen misschien niet, maar clowns misschien. Pardon, misschien wel. Kun jij daar komen, clown? Nou ja, ik heb toch toevallig niks anders doen. Jawel, eerst mijn vriendje Perplexe wegbrengen. En dan uw lieve vrouwtje. Perplexe, Perplexe. Maar die is toch ver weg? Ja, nee, dat wil zeggen. Hij is toch... Hij is toch niet terug? Nee, hij is... hoe eerlijk de waarde... En... Hij is er weer! Ik moet naar boven. Het was weer zover. Perplexe had het niet kunnen laten. Hij was weer gaan houthakken en de slagen van zijn bijl veroorzaakte al die narigheid. Weer werden de mensen in de streek opgeschrikt. Ze raakten in paniek en gingen op zoek naar de oorzaak. En die oorzaak was Perplexe. Nu gaan ze hem in de waterval gooien als er niet gauw iets tussen komt. Iets als een clown bijvoorbeeld. Dat was maar net op het allerlaatste nippertje. Peer was voorlopig gered en durfde weer voorzichtig een beetje te glunderen. En nou maar eens kijken of we die dolle dorpsbewoners tot een andere gedachte kunnen krijgen. Ik weet, het klinkt ongelooflijk, maar het is waar. Piepo is er geweest bij die langharige knolbewoners. Heus. Ik weet, het klinkt zo raar als een knol staat voor een varkentje. Maar ik heb gesproken met koning Kneus en de hoogheid die knolvormige hemzelf. Nou, dat heeft er niets uitgehaald, want de aarde is weer gaan beven. Doe Perry niet, want was het rustig. Mm-hmm. Hij moet het land weer uit. Ja. De waterval in. Hooggewaardeerd schreeuwlelijk publiek, Piepo heeft de oplossing. Peer moet gewoon nooit meer hout hakken. Wat heeft het houthakken van Peer nou te maken met die aardbevingen? Ja. Let goed op. Als Peer hout hakt, krijgen de trollen hoofdpijn, dan worden ze kwaad en daarom schudt de grond. Zodoende. Nou jij. Als Peer hout hakt, dan... Krijgen de trollen hoofdpijn,
Krijgen de trollen hoofdpijn? Dan worden ze kwaad. Dan worden ze kwaad. En daarom schudt de grond. En daarom schudt de grond. Zodoende. Zodoende. Sapper de flap. Sapper de flap. Nooit niet meer houthak. Nooit niet meer houthak. Nou ja, Peer, je kan toch wel een ander baantje gaan zoeken? Nee, versta ik niet. Toen nou, er zijn nog zoveel nette beroepen. Postbode bijvoorbeeld en... Melkboer, wat vind je daarvan? Dat is ook heel nuttig. Zo gezellig, melkboer. Zeg, en de grond gaat er in ieder geval niet verschudden. Ja, wel, ja, jongen. Kijk, wat? Mijn armen. Peer is een geboren houtjager. Met zilveren bijl in het bos. Lekker, leuk, dat is mijn ideaal. Wam, boem, Wam, boem. Dan word je zo het land uitgegooid of hup, flups, de water in. Mijn zoon, luister naar me. Ja, pa. De clown hier heeft gewaagd zijn leven om het geheim der trollen te ontdekken. Een mooie, moedige dood. Nu moet jij ook doen wat het beste is voor jou en voor ons land. Er is toch wel iets anders wat je zou willen doen na houthakken? Een ander baantje, iets gezelligs, ietsje. Clown niet, daar ben ik nou. En jij iets anders verzinnen. Nou, denk nu eens goed na. Heel goed nadenken. We weten wel iets. Je hebt de tijd, denk rustig. Rustig na, we hebben niks anders te doen. Nou, vooruit, kom maar, denk. Ja, weet je wel. Ja, hij weet het al. Zie je wel, wat snel. Ja, shoppen. Ja, hij weet al. Hij weet al een ander baantje. Natuurlijk, zie je wel. Ja, hij weet het. Wat weet hij? Nou, Mameloe, hij weet dat hij iets anders wil gaan doen. Want hij pakt zijn bijl, Mameloe, en nou gaat hij... Zijn bijl. Wat gaat hij? Zijn bijl. Oh, sapper de flap, Mameloe. Oh. Nee, Mameloe. Het enige wat Peer wil, dat is na het houthakken, dat is een houthakken. Ik kan het niet helpen. Nee, jij kan het niet helpen, maar Pipo kan het ook niet helpen. Pipo, je moet echt iets verzinnen, hoor. Die oude man trekt het zich erg aan. Mameloe, maar wat, Mameloe? Wat? Pipo, kun jij Peer nou niet een afleiding bezorgen? Ach, nee, Mameloe, maar moet ik nou doen, Mameloe? Als hij buiten komt, Mameloe, en hij ziet de boom staan, dan pakt hij zijn bijl en dan begint hij weer pang op die boom in te slaan. Ik weet het, Pipo. Nou ja, maar er moet toch iets anders zijn? Huh? Ieder mens wil wel eens een keer iets anders, Pipo. Nou, natuurlijk, Mameloe. Ja, als de Pipo... Nou, Pipo zou het wel weten, hoor. Nee. Als ik iets anders... Weet je wat ik zou doen, Mameloe? Ik zou gaan reizen. Ja. Ik zou gewoon gezellig op reis? Sapper de flap, dat is het. Mameloe, Peer gaat met Pipo mee op reis. Zie je wel, Pipo? Ik wist wel dat jij iets had. Ja. Pipo? Ja, Pipo, jij zei op reis. Ja, Mameloe, op reis. Maar dat is de bedoeling niet, Pipo. Het avontuur is nu bijna uit, hè? Nee, Mameloe, het avontuur is pas begonnen. Pipo, nee. Mameloe, ja. Waar wil je dan nu weer naartoe en waarom? Had ik jou dat nog niet verteld, Mameloe? Sapper de flap, dat is waar ook. Pipo heeft die trollenkoning iets beloofd. Iets beloofd? Ja, kijk, Mameloe, dat vrouwtje van dat is weg, Mameloe. Ja, die kreeg zijn hoofdpijn van het gedreun op die grond van Peer, Mameloe. Van het schudden van die grond. En toen is dat vrouwtje, dat is een heel lelijk, lelijk vrouwtje, Mameloe. Ja, die is gevlucht. Gevlucht waar naartoe? Waar naartoe? Naar de topje van de wereld, Mameloe. Die is gevlucht naar een ijspaleis, dat lelijke vrouwtje. En daar zit ze nou, Mameloe. Ja, Mameloe. Daar komt bijna nooit iemand. En Pipo heeft beloofd aan die trollenkoning om dat lelijke vrouwtje terug te halen. Dus, Mameloe, pak Pipo's boeltje maar in en doe die twee lekkere wollen sokjes ook bij hem. Wat zegt u? Oh ja, en een drankje, Mameloe. En doe er een lekker flesje antivries bij, ja. Ja, er was geen houden meer aan. Pipo had het beloofd. En wat je belooft, dat moet je altijd doen. Ja, de volgende dag verlieten we de blokhut van gammele Peerpa. Mameloe zou bij hem blijven om de oude meneer te verzorgen. Mameloe houdt niet zo van de kou. Van het vastgoed droogt er bijna niet.
Ze hoopten er het beste van, hè, mijn trouwe clownsvrouwtje. En daar gingen we. Op reis naar het topje van de wereld. 2 dagen later bereikten we een herberg aan de voet van de bergen. Daar hadden we een ontmoeting met een andere beroepstrekker. Die gaf ons goede raad. Ik zei, de kortste weg naar het kille noorden gaat door het zingende woud. Die weg. Ja. Moet je niet nemen. Dat is jammer, Piepo. Houdt zoveel van naaldbomen en van die mooie bossen. Ik zei, zingend woud. Ja, ik versta u wel. Zingend woud. Ja. En wie zingt het dan? Het woud zingt zelf. Weet je wat u bent? U bent een grappenmaker. Nee. Er is geen gat die dat bos ingaat. Komt daar niet gezond uit. De geheimen van het hoogste noorden onderschat ze niet. Geluid, de muziek, het kleeft aan je. Het geluid trekt je dieper het bos in. Tot een plek waarvan niemand terugkeert. Zeg, meneer, weet u wat u Piepo hebt gemaakt? Ja, bang. Nee hoor, nieuwsgierig. Kom mee, Per. Op naar het zingende bosplan. De pieppoepijn is om. En de lichtlaatjes uit. Kom even hier, kom hier. We wisten nu dus de kortste weg naar het hoge noorden. Of het ook de gemakkelijkste weg was, dat zouden we wel merken. Ja. Natuurlijk had Piepo wel naar de waarschuwing geluisterd. En hij nam een voorzorgsmaatregel. Watjes in onze oren tegen lokmuziek en zo. Want Piepo dacht me zo, wat hij hoort, wat hij deert. Peer vergat zijn 1 oor dicht te houden en was verloren. Windwoudklanken. Die muziek kreeg ons te pakken. We moesten er naartoe. Of we wilden of niet. Niet. Hier, in dit bos, mijn zusje Plom. Wat? Nee. Piepo! Plom! Piepo! Dat maakt me toch zo ongerust. Oh, kom, mevrouwtje Clown. Het valt wel mee. Het kan best zijn dat het misschien nog goed komt met uw man, Piepo. Oh. Mijn peer, mijn zoon is bij hem. En dat helpt. Ja, toch wou ik dat Piepo nooit was gegaan. Nou, even een vraag namens het boshoofd. Ik bedoel, het denkhoofd. Hoe komt Plom nou eigenlijk hier? Ja, dat zal ik je vertellen, ja. Piepo. Kijk, ja. Ik was een beetje aan het zwerven met mijn popmobiel. Ja. En toen gingen er een paar poppen kapot. Ze kregen de houtwurm in de kop. Nee, wat zielig zeg. Ja. Ja, en er is niks aan te doen. Nee, ik weet het. Eerst krijgen ze barstende koppen en toen barsten ze helemaal. Ja, ik ken dat. Ik weet het van die. Dat doen die trollen ook. Pang.
trollen. Ja. Zeg jij trollen, Pipo? Heb jij trollen gezien? Vertel, vertel eens. Nee, nou straks wel, want ik heb nou gezien. Trollen? Is hij er ook, hè? Trol. Meneer, ik ben Plom. Is u een troll? Versta ik het niet. Versta. Het is een verdwaalde houthakker. Ik kwam hem tegen in ons land. Hè? En daar stond Paul van de Heimwee. En nou op dat breng ik hem gewoon terug hier naar zijn eigen land. Dat is het. Ah, en daarom ben jij hier. Dat is het. Oh, Pipo, wat knussen, wat gezellig. Waar gaan jullie nou naartoe verder, Pipo? Oh, wij gaan naar het allerhoogste noorden. Het allerhoogste noorden? Het allerhoogste wat er maar is. Oh, daar word ik duizelig van. Ja, denk ik. Ja. Ga je daar voorstellingen geven? Zo van... Hooggeachte ijsberen en andere koukleumen. Hou je vast, dan glij dit uit. Hier is Pipo met zijn malle snuit. Nee, wij gaan er helemaal niet naartoe om voorstellingen te geven. Nee. Wij gaan naar het allerhoogste noorden. Want daar, op het takje van de wereld, daar is een ijspaleis. Een ijspaleis? Ijspaleis. En daar woont een weggelopen trollenkoningin. Trollenkoningin? Trollenkoningin. En die is oerlelijk. Oerlelijk? Oerlelijk. Ja. Maar ze moet terug. Terug? Terug. Oh. Ja. Plom zit een grote kijkoog op toen ze hoorde wat we allemaal van plan waren. Het was een onzinnige onderneming, zei ze. Het was een dom waagstuk, zei ze. Niemand haalt zoiets geks in zijn hoofd, zei ze. Je moet wel man zijn om zoiets te doen, zei ze. En ze zei ook, ik ga mee. En dus ging ze mee. Ze is nergens bang voor. Net als Pipo. Ja, we kwamen steeds hoger en hoger. Totdat we de eerste sneeuw bereikten. Nou ja, dat was direct grote ijspret, hè. Dat kun je wel begrijpen. Maar koud, koud was het wel. Jo. Oh, als ze maar eenmaal door de kristallen tunnel heen zijn, dan maken ze een kans. Kristallen tunnel? Wat is dat nou weer voor iets? Nou, dat is een gat in de zogenaamde poolcirkelmuur. Hè? En daar moet je doorheen om bij het middelste puntje van de pool te komen. Daar waar het ijspaleis moet staan. Waarom vertelt u dat nu pas, van die kristallen tunnel? Nou ja, als ik dat Pipo verteld had voor hij wegging, dan was hij misschien niet gegaan. En daar gingen we, naar het koudste puntje van ons aardbolletje. Nou, het was geen gemakkelijk uitstapje. Al kwamen we geen ijsberen tegen of andere moeilijke dieren, het landschap zat vol tegenslag. De zon ging gelukkig niet onder, maar veel warmte gaf ze ons niet. En toen, eindelijk helemaal op het topje van de hoogste ijsberg. Daar was het. Dat moest het zijn. Het ijspaleis op het topje van de wereld. Jipsieke joepie, erop af. Nou zeg, zo'n erewacht hadden we niet verwacht. Beer zitterend op een holletje met zijn grote sneeuwschoenen. Nou, we moeten zeker mee. Het is weer zover. Alweer een expeditie uit het zuiden. De derde al dit jaar die ons ontdekken wil. Het wordt hinderlijk. Ach, kletsen. Ga jij eens even kijken of ze al gepakt zijn door onze verkennisters. Gevangen? Brrr. Mooi zo, net goed. Hadden ze maar in hun eigen snikhete land moeten blijven. Wat bedoel je? Zijn het geen mensen? Brrr.
nee. Maar dat kan haast niet. Dan zouden het diepvriezen moeten zijn, net als wij. Dan zou ik ze moeten kennen. Het is natuurlijk wel veel gezonder voor onze visite om geen mens te zijn. Want wij houden niet van mensen, nee. Die willen het altijd warm hebben. En ik haat hitte. Dus daarom, als het mensen zijn, of roets over de grote ijsglijbaan het land uit, of roets de diepvries in met ze. Ja, leuk. Daarom is een rondje ijs voor het hele paleis. Oh, lekker. Heerlijk. Heb je dat gehoord? Ze zouden het over een diepvries. We moeten niet laten merken dat we mensen zijn, hoor. Shh. Indringers, wat willen jullie hier in mijn rijk? Goedemiddag. Goedemiddag. Die vloer is wel erg glad, hoor. Spiegelglad is dat. Komt dat van de boemwas? Boemwas? Nee, brrr. Die vloer is van ijs, natuurlijk. Ach. Natuurijs? Dan kan je dus baantje glijden en schaatsen in je huiskamer. De stilte! De stilte, niet lachen! Lachen geeft warmte en dan smelten mijn nieuwe meubels, snap je? Smelten mijn nieuwe meubels? Nee. Ja, zeg luister, nou, we moeten net doen of we alles heel gewoon vinden. Oh, ik heb het wel ijskoud, hoor. Zeg, jullie hebben het toch niet toevallig ijskoud, hè? Koud, nee, helemaal niet, hoor. Nee, ik kom het helemaal bij. Gelukkig dan zijn jullie dus geen mensen. Nou, dat wil zeggen... Want als jullie mensen waren, dan liet ik jullie maar meteen lekker in de diepvries stoppen. Nee, wij zijn geen mensen, hoor. Nee. Hoe kan je dat nou zeggen? Sst, de diepvries, anders gaan we in die diepvries in. Ik ben geen spinazie, alle. Hé, wat staan jullie daar te smoezen? Nou, nee, we staan niet te smoezen, hoor. Maar zij zegt ook net, wat een geluk dat wij geen mensen zijn. Nee, wij zijn clowntjes. Clowntjes? Ja, wat is dat voor een merk? Houden die ook van kou? Nou, nee, dat is te zeggen, ja. Kou, ja, we houden wel heel veel van kou. En pretten, ijspretten, nou zeg, daar zijn we gedoen. Ja, nu bijvoorbeeld. Dus jullie vinden de temperatuur hier ook lekker? De temperatuur hier? Ja. Oh, heerlijk, zeg, heerlijk. Oh, wat genotterig. Mooi zo, dan zijn jullie welkom aan het hof van koningin Brigitte van Poland. Leve de kou. Brr. Leve de kou. Brr. 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 Zo, hier zien jullie het belangrijkste artikel van de hele Noordpool. De thermometer. Sopper, de flap en de flap. Zeg, wat een fors, hè. Mm-hmm. Zeg, hoe komt die hier? Nou, hij staat er al 1000 jaar en daarvoor weet ik het niet. 1000? Hoe oud bent u dan? Ik ben 1000. Maar hoeveel geef je me? Nou, ik zou u geen 100 gegeven hebben. Nee, hè? Nee. Ja, weet je hoe dat komt? Hier, kijk eens goed. Geen rimpeltje. Nee. De diepvries. Ja, precies. Ja. Kou is gezond. Kou tast de huid niet aan. Je blijft er mooi van, strak van vel, helder van geest. Koud van hart. Ja, precies, koud van hart. Eén goede raad. Maak van uw huis een diepvries en u wordt 1000 jaar oud. 20 graden onder nul. Zeg, verlangt u nou nooit eens naar de warmte? Nee, warmte? Eén keer, hè? Eén keer is door een defect in de grote vriezer de temperatuur hier opgelopen tot maar 5 graden onder nul. En toen? Toen zijn we allemaal slap, ziek en misselijk geworden van de hitte. Nee, warmte. Geef ons eens vlug een ijsje. Oh, alsjeblieft. Pipo? Waar is Pipo? Pipo? Hé, hey, wat doe jij daar? Wat zegt u, mevrouw de dame? Oh, wat ik hier doe? Ja. Nou, ik kijk gewoon, hoor. Ik kijk mijn ogen uit, zeg. Is dat wel een rare kast? Dit is geen rare kast. Oh, nee. Dit is de kern van de Noordpool. Wat interessant. Hier komt de kou vandaan. Niet alleen voor ons paleis, maar voor de hele wereld. Ach, hier komt de kou vandaan. Voor de hele wereld? Sapper de flapper de flapper de flapper. Koekaloriko. Dit was het grootste geheim dat Pipo ooit ontdekt had. We wisten nu meer over het koude ijspaleis. Maar we waren nog lang niet klaar.
Veel tijd hadden we niet, want als ze Peer zouden pakken, dan zouden ze ontdekken dat wij ook mensen waren. En dan was het te laat. Misschien. Nou, dus als er weer van die brutale mensen komen met een expeditie, dan stoppen we ze hier een tijdje in om af te koelen. In de diepvries? Dat is ook een warm ontvangst. Oh, maar we doen het voor ons eigen bestwil. Mensen stralen warmte uit en dat is niet gezond voor de muren. En ook voor ons niet. En als het hier gaat dooien... Dan wordt het hier een dooie boel. Zeg mevrouw de dame. Is die kast, die diepvries dinges, is die nou wel goed dicht? Ja, tuurlijk wel. Ja, nou, ik dacht dat ik een klein kiertje, ik weet niet... Ik zal even gaan kijken of die... Plom. Hou jij er eventjes bezig, hè? Piepo gaat op zoek. Wat ga je doen? Op zoek naar die trollenkoningin. Koningin Knakken van koningin Kneus. Zo, de deur zit goed dicht. Het is de beste vriezer die er bestaat. Hij kan niet stuk. Goed, zeg. Woont u hier nou helemaal alleen? Nee. Met mijn hofdames en met Kletsen, de huiswacht. Hoezo? Nou, ik had gehoord dat er hier misschien ook een trollendame zou zijn. Is dat waar? Ja. Hoe weet jij dat? Nou, je hoort wel eens wat, hè. En soms is het waar en soms is het niet waar. Is dit waar? Nee. Nou, als je het toch al weet. Ja. Die trollendame is hier inderdaad heen gevlucht, ja. Piepo moest het verblijf van de trollenkoningin vinden. En een beetje vlug. Voor we allemaal ziek zouden worden van de bibbelkou. Hé, la, mag ik ook bij het vuur? Ik ben ook niet veel warm. Maar ik zie helemaal geen vuur! Ik dacht dat dit een vuurtje was. Nee, dat is geen vuur! Oh nee, maar wat is het dan? Oh, niet verder vertellen hoor! Anders stoppen ze mij in de diepvries! Diepvries? Ben jij er ook zo heen? Wie ben jij? Ik ben Piepo de Clown. Ik kom u halen, koningin Knakken. Ik ben gestuurd door uw eigen trollenknollen koning Kneus. Nee! Ja! Wat goed! Ja. Weet je, ik wil dan zo lang terug, hè? Want ik leg het af van de kou. Ik ben kellenpand. Daar ben ik niet opgebouwd. Nee, maar dan is het niet anders, hè? Ja! Maar zijn het... Oh, daar ben ik zelfs. Maar ik durf er niet terug, hè? Want... Het is zo'n lange rondreis en ik kan het daglicht niet velen als trol zijnde. Dat weet Piepo, daar heb ik op gerekend, dus dat heeft Piepo meegenomen. Kijk eens, in een brilletje al voor me. Hier, weet je wat? Doe die maar op die, boven die ijspegel van je. Wat goed! Maar Frisitte zal me nooit laten gaan. Dat mens heeft geen hart in de borst. Alleen maar een klop ijs. Ja. Laat alles nou rustig aan Piepo over. Dan komt het allemaal best in orde. Wat goed! Hallo, volk! Wie is dat? Ah, Peer, ben je er eindelijk? Ja, hier is het, hè. Ja? Die twee vrouwdames willen Peer duwen. En Peer zegt, het hoeft niet, ik kan zelf wel lopen. Wie ben jij? Jij bent een mens, hè? Hallo? Nee. Nee, Peer, dat is een gedresseerde ijsbeer. Hij hoort bij ons. Doe een truc, Witkop. Suze Pleum, altijd vol met grappen. Ja, doe nou, dit is echt. Schiet hem op. Piepo, wat ben je nou overgehad? Dat is geen ijsbeer. Nee, ja. Ik laat me niks wijs maken. Kletsen. Peer, vlak op die kerel in de diepvries. Nou, het is een mens. Hij straalt warmte uit. Nee, doe ik niet. Dat doe ik wel. Pak hem, Kletsen. Peer zal verliezen. Oh, Piepo, wat ben je nou? Hey, joh. Niet aan me komen. Zet hem op Peer wel, Kletsen. Pak hem. Zet hem op Peer. Vooruit dan maar. Leg hem neer. Doe nou. Ja, in de diepvries. Leg hem neer. Peer. Ja. Zet hem op Peer. Ja. Stijg erbij. Kletsen. Op Peer. Kletsen, pak hem. Ja. Kletsen, ja. Jullie het ook? Mensen in mijn paleis! Gevaar! Stop ze in de diepvries! Alle drie! Nee! 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 Nee.
blijven net zo lang in de grote vriezer tot hun heethoofden behoorlijk zijn afgekoeld. Zo hoort het. Leven de kou. Brr. Leven de kou. Brr. 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 Wat is het hier? Frisjes, hè? Kokkeloeriko. Wat een akelig wipperkamertje is het. Temperatuur aan laag gecountiseerd. Piepo. Ja. Plop. Ik wil eruit. Ja, ik ook. Maar met mijn inkomen moet wel natuurlijk iets proberen te verzinnen, hè. Ja. Gunst. Wie hebben we daar? Mijn logé uit het onderaardse holenrijk. Gegroet, koningin Frisiet! Nog nooit ben je hier beneden geweest, knakke. Alleen toen je kwam. Ja, dat is waar. En waarom blijf je nu ook niet in je torenkamertje, knakke? Waar is hij? Wie? Er is maar één hij. Dat is hij. Die zich clown. Ja, waar? Daar. Met zijn zuster en zijn vriend in de diepvries. Oh, nee! Die moeten eruit! Die moeten eruit, onmiddellijk! Ze zijn aardig, mens! Let's uit! Ze zijn aardig, mens! Ze moeten eruit! Dan ga ik gauw wat aan doen en laten we erop zitten! Zo waar! Knakke! Bemoei je er niet mee, knakke! Piepo, weet je nou wat? Ja. Ja, de mensen die kunnen ons niet missen, Piepo. Er zijn niet zoveel clowntjes. Anders zitten ze helemaal zonder pret. Ja, pret? Pret? Zappen de vlakte, dat is het pret, zeg. Wij gaan pret maken. Ja, ijspret. Nee, geen ijspret. We gaan pretliedjes. Nee, we gaan ijsliedjes. Nee, we gaan gewoon zingen. We gaan gezellige, warme liedjes zingen. Tot de grond en in de lucht ervan gaat trillen. Ja, en we laten ons toch helemaal niets van de ijs brengen. Ach, van de wijs brengen. Okay, nou, pas op, hè. Hier, let op. Het eerste onzinvers. Weet je wat zo is? Een kat is dol op vis, maar vis houdt niet van kat. Weet je, zo is dat. Miauw. Ha, 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 spreek vrolijk rond van het lachen. Ja, lachen is zo gezond. En nou Suzeploem. Ja, nou ik. Weet je wat niet hoort? Je vader verft zijn boord. En je moeder poetst haar haar. Weet je, dat is raar. Ik zou het nooit doen, hoor. Ha, 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 spreek vrolijk rond van lachen. Ja, lachen is zo gezond. Ben je dol geworden, knakken? Waarom zou ik ze de nul uitlaten, die drie? Ja, maar ze worden ziek van je kou. Dat mag niet. Wat kan jou dat schelen? Jij bent koningin van de trollen. Trollen houden niet van mensen. Jullie zitten ze zelf ondergronds altijd uit te lachen. Ja, maar het is anders. Het is nu anders. Ach, wat anders? Je bent zelf hierheen gevlucht omdat je hoofdpijn kreeg van de herrie die het mensenvolk maakt. Ja, maar dat is over. Dank u. Het is over. Dat kwam allemaal per ongeluk door de houthakker. Dat is een grote, sterke vriend van de clown. Oh, die grote kerel. Ja. Nou, die hebben we ook in de diepvries. Dat is toch juist fijn voor jou? Nou krijgt die herrie maar de lekkerste straf. Net goed. Wat zal die piepen? Oh, piepen? Weet je nog van toen? Mijn hak brak van mijn schoen. Geplakt met hopjes vla. Ik kijk het zelf maar na. Ja, dat danst veel makkelijker. Ha, 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 spring vrolijk rond van het lachen. Ja, lachen is zo gezond. Hij zal nooit meer hout hakken. Er is geen herrie meer. Clown komt namens mijn man. Mijn lieve kneus! Verdacht. Allemaal onraad en slimmigheidjes. Mijn man. Mijn goede keus. Mijn fijne neus. Oh, mijn lieve kneus. Hij verlangt zo naar me met zijn hele grote trollenhuid. Oh, kneusje! Lieve lelijkheid! Ik wil terug! Ik kom! Ja, en dan aan iedereen vertellen wat je hier gezien hebt, hè? En dan komen er meteen wel 100 expedities om te onderzoeken. Ik ken dat. Nee, knakker, jij blijft daar en zij blijven daar. Laat me los! Laat me los! Oh, wat een opwinding en ik krijg het er heet van. Wee! Wee! Wee!
Nou sta jij versteld, een haas op het voetbalveld. Die kooltjes maakt en eet. Het is maar dat je het weet. Pipo! Goal! Haha, spring vrolijk rond, want lachen, ja lachen, is zo gezond. Oh, we zitten. Lieve ijskoude de koningin van het noorden. Ik als koningin van het ondergrondse rijk. Ik vraag je, ik smeek je. Laat die mensen vrij. Ze zullen mij terugbrengen naar mijn rijk. En alles komt weer goed. Nee. Ik begin er niet aan. Je moet niet zo jammeren, knakken. Je moet flink zijn. En hard. De kou maakt je hard. Zo hoort het. Wat is er, Pegeltje? Jammer jij nu ook al? Wat? Maar 5 graden onder nul. Pas op, we zullen ontdooien. Wat gebeurt er in mijn dure diepvriezer? Ophouden! Luister nou eens goed. Een paard met een hoge hoed. Een koe met een sigaar. Vind je dat niet raar? Met melk meer koe. Haha, spring vrolijk rond, want lachen, ja lachen, is zo gezond. Nou, wie weet er nou nog een? Jij, Blond, jij. Weet je wat moest gaan? Per kikker naar de maan en springen naar de zon. Als dat nou eens kon. De zon, lekker warm. Haha, spring vrolijk rond, want lachen, ja lachen, is zo gezond. Ja, toen gebeurde het. De grote vriezer op het dak van de wereld begon steeds minder te vriezen. De pret van 2 klauwtjes begon het klimaat van de hele wereld te veranderen. Sneeuw smolt weg, ijs ontdooide, beekjes vormden zich. Het was een geklater van je welste. En in het paleis zelf, nou... Oh. Hoe is het daar? Zijn ze al bevroren? Hey, stel je voor ze zingen. Ja? Oh, de brutale, ze zingen hebben diepvries kapot. Oh, rampen. Het wordt te warm. De temperatuur stijgt. Oh, mijn rijk. Mijn hele rijk zal smelten. Straks, help, straks zitten we op de kale vloer. Haha, spring vrolijk rond, want lachen, ja lachen, is zo gezond. Hé, hey, daar gaat er weg. Speerbo, zo, komt er nog uit. Alles is weer weg. Alles hier, wat heb je? Schappen, dat nou eens eventjes. Wat is er hier? Ze zijn allemaal flauw gevallen. Nee. Ja, Jipsieke Joepie, en dat was dat. Een uurtje later verlieten we het half gesmolten ijspaleis. Met natuurlijk vrouwtje Knakke, de trollenkoningin. Want daar was de hele reis om begonnen. Achter ons begon de grote vriezer weer zijn werk te doen. Het ging weer vriezen en dat was eigenlijk maar goed. Anders zou er nooit meer sneeuw en ijs in de natuur zijn. En dan konden jullie niet meer sleetje rijden. Koningin Frisiete van Noordland keek ons na. Ik geloof dat er iets veranderd was in dat mevrouwtje. Ik denk dat die ijskorst om haar hart een beetje was gesmolten. In ieder geval was ze ons liever kwijt dan rijk. Ze vond ons gevaarlijk, want klauwtjeswarmte was sterker gebleken dan alle ijskou van de hele wereldbol. Ja, en wij hadden een hele lange terugreis voor de boeg. Nee, Peer zal nooit niet meer bomen hakken. Nee. Dag, Klaus. Bedankt voor alles. Dag, koningin. Dag, koningin. Het was een verfrissend avontuur. Ja, verfrissend. Ja. Dag, Blom. Ik zal je zo missen. Ach, ja, ik u ook, hoor. Maar gaat u maar gauw in het gat, want anders... Wat anders? Anders ga ik huilen.
Nou. Vrouwtje, opschieten nou, opschieten. Hallo, hé, Peer. Help eens even een handje, ze moet naar beneden. Ja, kom maar, gaan we ook. Nou, tot ziens. Ik bedoel, nee. Tot niet ziens. Ja, dag. Ja, een beetje passen. Ja. Oeh, wat gaat dit? Ik ben veel te lang weg geweest. Ik ben het helemaal verleerd. Wacht eens. De flop zich. Dat is snel. Ze komen niet weder. Ik had ze nooit moeten laten gaan. Onzin. Mijn Pipo komt altijd terug. Oh, dat is een beetje te vol. Nou ja, maar voorzichtig lopen. Zo. De Babaloe! Pipo! Babaloe! Pipo, je hebt in kou gevallen. Dag, zoon. Beste zoon. Dag, zoon. Pa, beste pa. Goeie pa. Nou ja, die pa. Pipo, is alles in orde? Oh, Mameloe, natuurlijk, Mameloe. Ach, het was eigenlijk een koud kunstje, Mameloe. Ja, en het vrouwtje zit in het keldertje. En, Mameloe, Pipo heeft een verrassing voor je. Kijk eens. Hallo, Rico. Mameloe, als ik je dat vertel... Ja, Mameloe moet alles weten. Pa, ik het nooit niet meer hout hakken. Dat weet, is het. Weet ik, jongen, weet ik. Het is het beste voor ons land. Droog het als een man, jongen. Droog ja, het als een man. Goedendag. Wat gezellig in jullie. Wat komen jullie doen, zeg? Vertel komen eens. Jullie ook? Waarom? Feest in het dorp. Feest in het dorp? Niet voor Peer. Niet voor Peer. En de grond zal nooit meer schudden. Ja, als Peer nooit meer bomen omhakken. Ja. Nou, en houtje hakken doet Peer het liefste van alle dingen. Hier zijn ze, sapper de vlap. Peer. Nou, zeg maar. Blijf je nou toch? Jij hoort ook op het feest. Ja, zeker. Probeer het maar niet, Mameloe. Hij zit te miezemauzen omdat hij niet meer mag houden. Er zijn nog zoveel andere dingen die hij kan doen. Dat heb ik ook al tegen hem gezegd. Maar hij wil helemaal niks anders dan houtje hakken. Houtje hakken, dat mag je natuurlijk niet meer. Hè? Dan begint het hele avontuur opnieuw, want dan begint die grond weer te schudden. Alsjeblieft, nee. Oh, Pipo, stel je voor, hè? Ik heb jou al lang genoeg moeten missen, alsjeblieft niet. Mameloe, die bibberkoud, daar heb ik helemaal geen zin meer in, hoor. Kijk eens. Wat is het? Hey. Dat luik dat beweegt. Ja, er komt gewoon iemand uit de kelder. Nee, dat is helemaal niks gewoon. Komt er nog één? Zapper de voorgetouw is... Wat zijn dat voor rare wezens? Dat zijn geen rare wezens, maar hoe mag je je voorstellen? Koning Knollen, Knollen Kneus en koningin Knakken. Ja. Insolens! Wij willen niet dat anderen ons zien. Mijn man is in geen duizend jaar boven geweest. Oh, dan werd het wel tijd. Oh, dan is het een bijzondere gelegenheid. Wat één. Ja. Waarde boven mensen, geachte mensdame en clownheer. Een toespraak, wat leuk! Stil, niet allemaal tegelijk! Wij komen voor jullie en speciaal voor clown. Voor jou, Pipo. Zie er netjes uit. En ook speciaal voor clowndame. Dat ben ik. Want jullie hebben ervoor gezorgd dat de rust wederkeerde, zowel boven als ondergrond. Ja, en jullie waagden je leven. En dankzij jullie zijn wij weer samen. Net een plaatje uit een tijdschrift. Ja, Mameloe, zo staat het in alle bladen. Koninkrijk en koningfamilie herenigd. En daarom schenken wij jullie een cadeau.
gesmeed in de gewelven van ons ondertrolse grondgebied. Dankjewel, Sinterkneusje. Alsjeblieft. Voor ons? Wat zal erin zitten? Kom. Hallo, wat zijn jullie nog? Ze zijn weg. Hey, lekker snel. Grote truc. Dag Kneus, dag Knakken. Leef maar lekker veilig, hoor, in jullie holletje. Ja, ze houden niet van veel belangstelling. Nee. Zeg maar, wat zou hier nou in zitten? Maak zo op. Ja, kijk, wat zou er in zitten? Een speculaas. Nee, natuurlijk. Iets anders. Misschien wel een chocolaatje. Ja, moet je open, hier moet je open, ja. Een gouden zaag. Echt goud, zeg. Wat mooi. Wat moeten we ermee? Oh, maar dat is de oplossing. Kom mee aan dansen. Ja, dat kan ik wel. Ja, dat kan ik wel. Ja, dat kan ik wel. Jawel, ja. Dat is het. Jipseke, joepie. En dat was dat. Grote, kleine, dikke en dunne kinderen. Het einde van een lang en ijzig avontuur. De volgende dag begonnen we aan de terugreis naar het zuiden. We verlieten het leuke dorpje en het prachtige land. Je komt er vast wel eens. En je hoeft niet helemaal naar het Poolijs toe, hoor, om het er fijn te hebben. Alles was geregeld. Peer zou nooit meer hout hakken, maar wel hout zagen. Met de zaag van koning Kneus. En dat maakt geen herrie in ondergrondland. Koekeloerekoe, tot ziens. En Plomp zelf ging ook weer op avontuur. Wie weet waar we haar weer eens tegen zullen komen. Tot ziens. En dat zeggen wij nu ook. De wereld is zo groot. Ja, Mameloen. En er zijn nog zoveel plekjes waar Pipo niet op zijn hoofd heeft gestaan. En dan zeg ik nu, dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, tot ziens.